Niet alleen een kat heeft 9 levens, de mensen uit dit lijstje ook. Ze ontsnapten meerdere keren aan de dood en hebben alles met geluk. Hoe dat precies zit en wie deze mensen zijn, ga je nu te horen krijgen. Als we over geluk spreken, denk je snel aan het vinden van een tientje op straat. Leuk, maar het zal je leven niet veranderen. Een miljoen jackpot daarentegen verandert je leven voorgoed. Maar helaas, de kans dat je die wint is nihil. Voor de Nederlandse loterijen ligt de kans meestal rond de 1 op 2 miljoen. Kijk je naar de grotere loterijen, zoals de Amerikaanse Powerball, dan is deze kans gedaald naar 1 op 150 miljoen. Eigenlijk staat het dus al vast dat je niet zal winnen. Maar goed, wat dacht je van mensen die tot 3 keer toe aan de dood wisten te ontsnappen, een unieke toplijstjesmok wisten te winnen of 14 keer de jackpot wonnen? Hun verhalen ga je nu horen in de top 10 die vol zit met de allergrootste geluksvogels. We beginnen de lijst met Maarten de Jonge, die toevallig Nederlands is. De 34-jarige Maarten is bij het normale publiek vooral bekend als wielrenner. Hij fietst op hoog niveau en maakt deel uit van het Monkey Town Continental Team. Tot voor kort. Eerst zat hij bij een Maleisische ploeg en dat werd hem bijna fataal. Omdat zijn ploeg voornamelijk in Aziatische landen trainde, vloog Maarten met enige regelmaat. Hij was dit gewend en van vliegangst was geen sprake. Toch besloot hij een van zijn vluchten in 2014 om te boeken. De reden, Maarten wilde wat geld besparen. Vanaf het begin vond Maarten zijn vlucht naar Kuala Lumpur al aan de prijzige kant. 1000 euro om precies te zijn. Enkele dagen voor vertrek zag hij dat hij door het omboeken van zijn vlucht ruim 300 euro goedkoper uit zou zijn. Achteraf bleek deze gierige frats een win-win situatie te zijn. Zijn oorspronkelijke vlucht bleek namelijk de MH17 te zijn. Het vliegtuig dat werd neergeschoten met een boekraket waarbij 298 mensen om het leven kwamen. Alleen dit al maakt Maarten een geluksvogel, maar wonderbaarlijk genoeg was het al een keer eerder gebeurd. Op 8 maart zou hij vanuit Kuala Lumpur richting Peking vertrekken met vlucht MH370. Maar om op tijd te komen besloot hij 50 minuten eerder te vertrekken. Iets dat ook zijn redding werd. Vlucht MH370 verdween van de radar en het vliegtuig werd nooit meer gevonden. 239 mensen vonden hierbij de dood. Hoewel de Zweedse Lena Paulsson dan wel niet van de dood ontsnapt is, mag ze zeker van geluk spreken. Op eerste kerstdag 1995 ging Lena samen met haar dochters het diner voorbereiden. Omdat ze dit zo hygiënisch mogelijk wilde doen, deed ze haar trouwring af en waste haar handen. Maar nadat ze klaar was met het bereiden van het eten en haar ring weer wilde omdoen, was de ring spoorloos. Ze schrok natuurlijk enorm en ging direct met haar familie zoeken. Niet alleen de keuken, maar zelfs de woonkamer en gang werden helemaal doorzocht. Maar helaas, de ring werd niet teruggevonden. Enkele jaren later heeft de familie zelfs de hele vloer eruit gehaald om de ring te vinden. Maar ook daar lag niks. Ze accepteerde hun verlies en besloot het incident achter zich te laten. Totdat ze 16 jaar later haar ring plotseling vond. Terwijl Lena haar wortel aan het oogsten was, vond ze deze hele bijzondere wortel. Eentje met haar ring eromheen. Hoe dit precies gebeurd is, is niet zeker, maar Paulsson heeft een mogelijke verklaring. Ze denkt dat de ring tussen het groenteafval terecht is gekomen, wat gebruikt werd als compost voor haar moestuin. Vervolgens moet de ring precies zo gelegen hebben dat de wortel er doorheen groeide. En zo leefden Lena en haar man nog lang en gelukkig. Zoals ik in de inleiding al zei, is de kans dat je de jackpot wint zeer klein. Stefan Mandel kreeg het voor elkaar om de lotto 14 keer te winnen. Hier zat meer achter dan geluk, maar toch, zonder geluk is dit onmogelijk. Mandel was naast filosoof ook wiskundige. Hij verdiepte zich daarom in loterijen en kwam tot een speciale ontdekking. De jackpot van veel loterijen was groter dan de som van alle mogelijke tickets. Oftewel, als je alle tickets voor een loterij in handen weet te krijgen, zou je gegarandeerd de loterij winnen. Belangrijk aan dit verhaal is dat dit zich allemaal afspeelde in 1992. Een tijd dat je de getallen van je loterijticket zelf mocht printen. Hierdoor kon je de jackpot dus niet mislopen doordat iemand anders die combinatie al had. Goed, Stefan had dus door hoe hij de loterijen kon winnen. Maar hij had nog één ding nodig, geld. Hij moest tenslotte alle cijfercombinaties gebruiken. Dit deed hij met behulp van investeerders. Hij beloofde hen de jackpot te winnen, om vervolgens een deel van de winst af te staan. De keuze viel op de loterij van Virginia. Met behulp van 16 fulltime medewerkers, 30 computers en 12 printers werkten ze 3 maanden lang om alle combinaties op papier te krijgen.
daarna was het afwachten op de trekking. En jawel, tussen de 7 miljoen loterijtickets zaten flink wat winnaars. Hij won de jackpot ter waarde van $27 miljoen en honderden andere kleine prijzen. Op de 7e plek staat Theodore Roosevelt. Teddy, zo noemde het volk hem, was een groots politicus die flinke promoties maakte. Hij begon als onderminister, maar werd uiteindelijk president. President zijn lijkt het mooiste wat er is, maar het brengt behoorlijk wat risico's met zich mee. En op 14 oktober 1912 werden die risico's hem bijna fataal. Vlak voor een belangrijke speech werd Roosevelt beschoten en kwam een van de kogels in zijn borst terecht. Maar wat de schutter niet wist, is dat de politicus precies in dat borstzakje zijn speech had zitten die ruim 50 pagina's dik was. Hierdoor werd de kogel flink afgeremd en bereikte deze geen organen. Ondanks dat Teddy beschoten was, besloot hij zijn speech voor te zetten. Tijdens zijn speech liet hij het papier zien wat zijn leven had gered en het bloed op zijn overhemd. Hij voegde er nog het volgende aan toe. It takes more than that to kill a bull moose. Een mysterieuze vrouw uit de lijst is Joan Kinter. Zij won tot 4 keer toe de jackpot van Amerika's grootste loterijen en wil er vrijwel niks over kwijt. Haar geluk begon in 1993. Toen won ze €5 miljoen bij de Lotto Texas. 13 jaar later waagde ze nog een poging en jawel, ze won weer. Dit keer €1,8 miljoen. Iets minder dan de vorige, maar ook dat is zeker niet mis. 3 keer scheepsrecht en dus won ze in 2008 voor een derde keer de loterij. Nu €2,5 miljoen. Met zoveel geluk en geld kan je heus wel nog een gokje wagen. En dus deed ze in 2010 weer mee. En wat bleek? Ze won €9 miljoen. De kans dat je dit overkomt is 1 op 18 kwadriljoen. Oftewel, die kans is 0,022 nullen en dan 18. Beter gezegd, onmogelijk dus. Hoe Joan dit voor elkaar heeft gekregen is dan ook een raadsel. Wat in ieder geval heel erg opvalt, is dat ze gepromoveerd is in statistiek. Het kan dus haast niet anders dat Joan de code heeft gekraakt om de jackpot te winnen. En dat verklaart dan ook gelijk waarom Joan niks voor de camera wil zeggen. Eugène Finney staat halverwege de lijst. Toen hij op vakantie was met zijn familie, werd hij aangevallen door een haai. Terwijl hij met zijn dochter aan het spelen was, werd hij in zijn rug geramd door een enorme haai. Pijn deed het zeker, maar ondanks dat kon hij zijn dochter en zichzelf nog veiligstellen door terug te zwemmen naar de kant. Eugène overleefde het ongeluk, maar echt een geluksvogel kunnen we hem nog niet noemen. Maar dat hij dat wel was, bleek pas later. Hij kreeg steeds meer last van het ongeluk en werd opgenomen in het ziekenhuis. Doktoren zochten uiteraard naar verwondingen afkomstig van de haai, maar door dit zoekwerk vonden ze nog wat anders. Er bleek namelijk een tumor te groeien op een van Eugène's nieren. De tumor was nog klein en kon verwijderd worden. Zonder dit ongeluk zou de tumor echter nooit zo snel gevonden zijn. De haaienaanval die bijna zijn leven kostte, werd dus zijn redding. Wanneer iemand ergens heel veel geluk mee heeft, wordt er wel eens gezegd dat hij of zij een loterijticket moet kopen. Dat is een beetje onzin, maar Bill Morgan is anders. Het verhaal begon in 1999. Morgan was een trucker en hij kreeg een hartaanval tijdens zijn werk. Zijn vrachtwagen reed de berm in en Bill verongelukte. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse, maar het mocht niet meer baten. Bill Morgan was doodverklaard. De apparatuur waarmee Bills lichaam verbonden was, deed echter nog zijn werk en plotseling ontstond er weer een hartslag. In de dagen erna werd Bill in coma gehouden. 12 dagen later werd hij wakker en wonder boven wonder was hij nog steeds de oude. Als grap besloot hij een loterijticket te kopen om zijn geluk te testen. En je raadt het al, hij won. Hij ontving €22.000. Om die reden kwam de lokale nieuwszender langs. Ze speelden het hele scenario opnieuw af en ook het kopen van het loterijticket gebeurde opnieuw. Terwijl hij het ticket doorkraste voor de camera, kon hij zijn ogen niet geloven. Hij had alweer gewonnen. Dit keer maar liefst €230.000. Voor de nummer 3 uit deze lijst dalen we af naar Nigeria. Op 26 mei 2013 kapseisde hier een boot met 12 manningsleden aan boord. De boot zonk en er waren geen overlevenden. De lichamen die nog in de boot zaten moesten worden geborgen door DCN, een Nederlands bedrijf dat gespecialiseerd is in speciale duikoperaties. Het doel was om de lichamen te bergen. Maar tot hun grote verbazing troffen ze Harrison Ojekwe Okene levend aan. De kok had tijdens het zinken een luchtbel gevonden en heeft daar vanaf het moment op de bodem van de zee vastgezeten.
Na 62 uur in pure angst hebben geleefd, werd Harrison verlost. Hij werd veilig omhoog gebracht en heeft op wat nachtmerries na niets overgehouden aan dit incident. Tsutomu Yamaguchi overleefde niet één, maar twee atoombommen. Dit is vrijwel onmogelijk en hij belandt hiermee dus ook op de tweede plek. De Japanse Yamaguchi verbleef in de zomer van 1945 voor 3 maanden in Hiroshima. Dit bleek een slechte timing, want precies in die periode viel de bom op Hiroshima. Hij bevond zich op 3 kilometer afstand van de explosie. Zijn trommelvliezen gingen kapot. Hij werd tijdelijk blind en kreeg zeer ernstige brandwonden. Door al deze ellende besloot Yamaguchi terug te keren naar zijn familie in, jawel, Nagasaki. De stad die de Amerikanen als tweede zouden bombarderen. Terwijl hij daar vertelde wat hij had meegemaakt, viel de tweede bom. En opnieuw overleefde hij de explosie. Maar helaas bleef het daar niet bij. De radioactieve straling had zoveel schade aangericht dat deze geluksvogel de rest van zijn leven de gevolgen met zich meedroeg. De werelds grootste geluksvogel is Frane Selak. Deze Kroaat is 89 jaar oud, 7 keer aan de dood ontsnapt en heeft de lotto gewonnen. Frane's geluk begon in de winter van 1962. De trein waarin hij reed ontspoorde door het barre weer en viel in de rivier. Selak verloor zijn bewustzijn, maar werd door iemand anders gered. Het jaar daarop overleefde hij een vliegtuigongeluk. Door een technisch probleem werden hij en de 18 andere inzittenden uit een vliegtuigje getrokken en viel iedereen de dood tegemoet. Selak daarentegen kwam op een hooiberg terecht en overleefde het ongeluk. 3 jaar later verdronk hij weer bijna, deze keer met een busongeluk. Weer 4 jaar later vatte zijn auto plotseling vlam. Hij sprong eruit en enkele seconden later explodeerde de auto. 3 jaar later overkwam hem hetzelfde. Zijn auto raakte oververhit en de vlammen schoten letterlijk uit de ventilatieroosters. Hij wist snel te ontsnappen en hield er op wat verbrande haren na niets aan over. Alsof Frane nog niet genoeg had meegemaakt, werd hij in 1995 aangereden door een bus. Maar ook dat liep goed af. Een jaar daarna ontsnapte hij voor de 7e keer aan zijn dood. Hij werd frontaal aangereden door een truck van de Verenigde Naties, vloog door de voorruit en viel bijna een afgrond in. In de laatste paar milliseconden van zijn val kon Frane zich nog vastpakken aan een boom. En zo was zijn leven opnieuw gespaard gebleven. En, oh ja, in 2003 wist de geluksvogel ook nog eens €800.000 te winnen bij een loterij. Dat moet ook wel met zoveel geluk. Bedankt voor het kijken van deze video. Geef een like als je hem leuk vond en laat een reactie achter in de comments. Tot de volgende keer. Joe!